Is weer een wonderlijke week, weer een geleentheid om dienstbaar te wees in die Here se koninkryk en na die toerusting wat die Here vir ons gegee het, toe ons verlede sondag saam met mekaar was in die eredienst, die Here se aangesig gesoek het, om saam geloof en prys het met die heerlijke orkest wat vir ons voorgegaan het, is ek seker dat jy versterk is en dat hierdie week sommer so een heerlijke uitdaging is wat jy met volharding en met oorgawe gaan lewe. Het jy al probeer een hamburger eet met een theelepel? Nie regtig waar. Maar daarom gaan ons dan nie so vreed met jou wees sondag by ons theelepelkie eet nie. Ons gaan heerlijke disse daar voorbereid vir die hele gesin. So nooi asseblief jou vriende en familie om hierdie gelukkige kuierdienst om met ons te geniet. Het is gratis en verniet, jy hoef net te kom die kuierdienst geniet en na die tyd gaan ons lekker as gemeente som eet en kuier met een theelepelkie. So dit gaan nogal interessant wees, maar ons beloof dit sal lekker wees. So ons sien jou sondag 3 November hier by Randendal. Ek herinner net weer aan die datums wat jy so lang kan dagboek, die 17de November is ons kinderkersdienst, die 24ste November by die aanddienst is ons gewone kerssangdienst, gaan ook een wonderlijke geleentheid wees, en dan die 1ste December is een sondag namiddag, laatmiddag, by Key West gaan ons gesamentlike kerssangdienst hê, waar ons die Here ook gaan loof en prys, saam met gelowiges uit die omgeving uit so. Maar daar die 3 datums, dit gaan allemaal baie, baie speciale geleenthede wees. Onthou die gemeente ontbyt die 2 November, dit gaan weer eens een baie, baie lekker oggend wees. Van 7 uur af kom eet jy lekker saam met ons tot 10 uur, ons hoop ons sien jou daar.